In Utrecht is gisteravond laat een gewonde man gevonden op de Noordersluis. Mogelijk is hij slachtoffer geworden van een mishandeling. De politie is een onderzoek gestart. De man is met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Hij had toen nauwelijks nog kleding aan volgens een getuige. Een proef in onder meer Amersfoort waarbij agenten gebruik maken van een stroomstootwapen is goed bevallen. Dat staat geschreven in de eindevaluatie van de politieacademie. Of het wapen echt in gebruik wordt genomen is onbekend. De korpsleiding moet nu eerst met advies en een kostenraming komen. Henk Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg gaat in hoger beroep tegen zijn veroordeling. De rechtbank legde hem 2 weken geleden 2 jaar cel op vanwege jarenlange en stelselmatige mishandeling van 10 van zijn kinderen. Ook sloot hij zijn kinderen op zolder of in een container. De 17-jarige Jesse Tempelaar uit Bunschoten-Spakenburg heeft gisteren een cadeaubon gekregen van burgemeester Van de Groep. Jesse heeft afgelopen zondag een 16-jarige jongen uit het water gered na een ongeluk met een brommer in Bunschoten. De jongen lag buiten bewustzijn in het water. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. En dan nog het weer. De dag begint met zon, maar in de loop van de dag valt er regen. Het wordt maximaal 24 graden. Tijdens de avond blijft het regenen en daarna is het wisselend bewolkt. Het wordt 15 graden. Kijk voor meer nieuws op onze app of op rtvutrecht.nl.